Stanley Elbers, welkom bij Pek Zwolle. Was het een moeilijke keuze voor je? Dankjewel. Nee, niet echt. Ik heb met meerdere clubs gesproken. En Pek wilde mij vorig jaar ook halen bij Excelsior, maar dat ging toen niet door. Dus toen Pek weer kwam, was het makkelijk en was het snel geregeld. Ja, Joes, hoefde je niet meer echt te overtuigen? Nee, zeker niet. Ik weet wat voor club het is. Mooie club, dus ik hoefde niet lang na te denken. Wat voor verhaal schetsen je hiervoor vanaf dit seizoen? Dat het een goed voetballende ploeg is. Goede versterkingen zijn gehaald. En in tegenstelling tot wat ik voorheen heb gedaan, veel verdedigen. Dat het hier toch wat aanvallender is. En ik denk dat ik daar nog stappen kan maken. Dus vandaar. Met het aantrekken van Stanley Elbers hebben we in ieder geval voorin weer een extra speler erbij. En dat is belangrijk. Het seizoen is lang. Stanley heeft zich op het hoogste niveau al een aantal jaar bewezen bij Excelsior. Dus nu is het een kwestie van hem optrainen en hopen dat hij zo snel mogelijk van waarde kan zijn voor ons in wedstrijden. Ja, vertel eens wat meer over jezelf. Ja, ik ben Stanley Elbers, links rechts buiten. Als tweede spits kan ik ook spelen. Ik moet het hebben van mijn snelheid en ik hou ervan om hard te werken. Ja, focus je dan ook op een positie voorin of heb je een bepaalde plek waar je echt op gaat focussen? Positie voorin, links of rechts buiten, daar wil ik het liefst spelen. We hebben ook, zoals elke speler, gewoon aangegeven hoe we willen spelen. Wat de doelstellingen zijn in de zin van dat we weten van we zijn Pek Zwolle. We hebben een groep die op heel veel fronten mee wil blijven doen, maar de competitie is ook lang, dus het is belangrijk dat we daarin een goede competitie in de selectie ook hebben. Dus dat hebben we allemaal uitgelegd en ik denk dat hij ook oren had naar de manier waarop we trachten te voetballen. De wijze waarop we gespeeld hebben vorig seizoen sprak hem erg aan en hij denkt ook daarin een belangrijke rol te kunnen hebben. Nou, dat is alleen maar mooi, want wij denken dat ook. Je was afgelopen vrijdag ook aanwezig toch bij de wedstrijd van Pek tegen Heerenveen. En wat was jij de indruk daarvan? Ja, goede sfeer in ieder geval in het stadion. En mooie wedstrijd. Veel goals gezien gelukkig. Mike had zich aan de belofte gehouden en gescoord voor me. Dus was een leuke wedstrijd. Ja, hoe is dat je nu weer wordt herenigd met Mike van Duinen? Ja, leuk. We konden het goed met elkaar vinden bij ADO natuurlijk eerst. En daarna bij Excelsior, dus dat is leuk.